Het duurde lang voordat je opnam. De stem aan de andere kant klinkt geërgerd en bezorgd tegelijk. Ja, antwoordt Joost droogjes. Hij hoeft niet op de klok te kijken om te weten hoe laat het is. Zijn moeder belt iedere dag na het journaal van 6 uur, meestal om te vragen wat hij gegeten heeft. Wat was je aan het doen? Joost reageert niet. Wat kan hij ook zeggen? Het antwoord, ik moest uit de kelder komen, zal hem het tegenovergestelde brengen van wat hij wil. Natuurlijk kan hij een van de smoesen gebruiken die hij er met overtuiging uitgooit als hij een middag naar porno heeft zitten kijken. De krant uitpluizen op personeelsadvertenties, portfolio aanpassen, sollicitatiebrieven schrijven, gesprekken voorbereiden, bezigheden die een echt leven suggereren. Je bent stil de laatste tijd, zegt zijn moeder ineens. En als hij weer niet reageert, is er soms iemand bij je? Kun je niet praten nu? Is dat het misschien? Ja, zegt hij voor de tweede keer. Ze zucht. Hier heb ik geen trek in, Joost. Ik hang op. Het duurt even voordat haar woorden bij hem binnenkomen. Hij is terug, roept hij net voordat zijn moeder de verbinding kan verbreken. Het blijft lang stil aan de andere kant. Alleen haar ademhaling klinkt door de lichte ruis van de telefoon heen. Pas na een minuut wordt de verbinding verbroken. Een uur later besluit Joost dat hij zijn moeder terug moet bellen. Maar juist als hij de telefoon wil pakken, gaat deze over. Hoe lang is hij er al? Ze klinkt boos. Natuurlijk. Zij heeft ook een uur zitten wachten. Joost kan een glimlach niet onderdrukken. Een paar maanden, antwoordt hij rustig. Op een dag stonden ze voor de deur, kletsnat in glimmend sportpakjes. Ze? Hij hoort dat de ademhaling van zijn moeder zich versnelt. Joost sluit zijn ogen, ziet de mannen weer voor zijn deur staan en herinnert zich de eerste woorden van Bill. Hé, ouwe, alles geil in je leven? Ouwe, het woord was goed gekozen. Ze waren oud geworden sinds het afscheid 20 jaar geleden. Joost had niet geantwoord, in plaats daarvan kort richting de andere man geknikt. Wie is hij? Hij is van mij, wat ik van jou ben, fluisterde Bill en hij gaf een vette knipoog. Joost nam de man in zich op. Als dat zo is, zou ik hem niet kunnen zien. Bill ritste zijn trainingsjack open en stapte langzaam heen de woning binnen. Sloeg hem in het voorbijgaan op de schouder. Vergeet niet dat je via mijn ogen kunt kijken. Jij hebt die ogen tenslotte gemaakt. Zijn moeder zit tegen hyperventilatie aan. Ze? Hoezo ze? Hij heeft een vriend meegenomen dit keer, antwoordt hij. Een vriend? Ja, ze wonen al een tijdje in mijn kelder. Ze is een paar tellen stil voordat ze zegt, 2 mannen in jouw kelder? Joost besluit maar even niets te zeggen, maar knikt bevestigend om de leegte in zijn woonkamer te vullen. Hij hoort dat zijn vader op de achtergrond zijn moeder souffleert. Als hij uitgesproken is, herhaalt zij de woorden. De kinderarts had al voorspeld dat het bij een terugkeer heftiger zou zijn. Weet je zeker dat er niet meer zijn? Misschien ben jij er wel een, wil Joost bij wijze van grap zeggen, maar hij houdt zich in. Ineens moet hij aan Esther denken. Van mij mag het altijd blijven regenen. Hij heeft maar een paar stappen nodig om in de hal te komen. Hij kijkt naar de vloer onder de verwarming. Droog. Nee, zegt hij, net hard genoeg om er zeker van te zijn dat zijn moeder het hoort.